thee voor Rebecca maken, koffie voor mezelf maken. Ik moet nog eten, de dieren moeten nog eten. Maar ik heb het al heel erg druk gehad, maar Rebecca. Heel druk. Wat het is. Ah, pizza. Ja, lieve vrienden, Jack van Zegeloof, terwijl Jack Pater, die komt niet meer. Nee. Het is zo een... Ah, ik ben woest op hem, echt. Hij was aan de deur geweest. Ja, ja. Ik zal even het voorhalen. Hup. Was om 10:50 bij je. Alles op slot. Ja, en? Zit de deurbel? Kan je niet aanbellen dan? Hij had ook voorgekeken, had naar binnen gekeken, zag niemand. Nee, maar hallo, Rebecca was aan het werk. Ik was nog met mijn make-up bezig. Maar ik kan ook net zo goed op de wc gezeten hebben. Wat dan ook, ja. Bel aan of app even van ik sta voor je deur. Maar nee, dat doet Sandra dus wel, hè. Ja, heeft hij nog heel wat te leren. Nou komt hij dus niet meer. Nee, andere week probeert hij het weer opnieuw. Ik kan hem dan wel, ik weet niet wat doen, hè. Blijf je voor thuis. Ja, Rebecca had de sleutel. Die komt met de sleutel naar binnen. Die vergeet de poort van het slot te halen. Maar er zit ook een deurbel. Bel dan even aan. Of app even van ik sta voor je poort. Nee hoor. Niet gedaan. Hij heeft voorgekeken, hij heeft naar binnen gekeken, heeft niemand gezien. Nee, maar hallo. Het huis is groter dan enkel een woonkamer en een keuken. Ja, dan kan je nog wel om de hoeken bij de kastdeur zitten. Ja, nou, hij krijgt het andere week ook goed te horen hoor. Hij heeft nog wel eventjes gebeld om te zeggen van ja, dat gaat wat makkelijker dan dat type, ja. Type hoef je ook niet te doen, je kan ook in je spreken, doe ik ook. Maar als hij hier aan tafel zit, nou, dan krijg je het van me te horen. Ja, hij heeft het al gedeeltelijk van me gehoord. Ik zeg, verdorie, ook met Rijka ben ik op tijden weg, wat ik normaal nooit weg was. Maar ik ben nou gewoon weg als het moet. Nou, ik woest, echt woest ben ik. Maar hallo, we krijgen hier ook mooi weer. Het zonnetje komt er doorheen, zie ik. Nou ja, en ik zie daar blauwe lucht. Voilà, maar ik ben ook met de video bezig. In het nieuwe programma, en dat ga ik eerst mooi afmaken. En deze gaat aan de lader. Maar daar kan ik nou niet bij. Nee, nou wel. Hup, nee, dat is de verkeerde. Oh, hij ligt daar. Even deze weer ophangen, maar dan moet het wel willen. Mijn raapkool staat op. We eten vanavond raapjes. Lekker. Ja. Zo, die ligt eraan. Dat ik ga eerst dat dus doen. En als dat klaar is, nou ja, ik hoop dat het een beetje tijd is. Wie weet kan ik nog even ergens gaan genieten. Ik weet het niet waarvan, want het is wel roetje koud. Ja. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Ik zie wel wat ik vandaag nog doen ga. Dan enkel te renderen. En Rijka ligt nou lekker te slapen. Dan ben ik blij, want die is even rustig. Want die was vanochtend echt wel heel erg druk. Dus hij ligt nou lekker, heerlijk even. Kan ik ook mijn gang gaan? En jullie kunnen je gang gaan. Geen gezoden hannes van dieren om je heen. Gandalf is buiten, Eowyn die ik zal wel op de vensterbank leggen. Nou ja, Rijka ligt op de bank te slapen. Moet allemaal kunnen, ja. En ik ga voor de computer aan het werk. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, ik heb mijn vest alweer dicht gedaan. Ik ga zo meteen mijn jas aandoen en mijn handschoenen aandoen. En ik laat Rijka alleen, want ik was wat vergeten. Ik moet tussen 5 en 6 weer bij de volma wezen. Voor en te goed to go. Ja.
Dus dat ga ik zo meteen even halen. En het is nu op die klok 4:50. Op de computer 16:53. Dus ja, bijna 4:10. Toch? Ik weet het, ja. Wat gaan we op de scootmobiel er even heen crossen. En dan halen we hem even op. Daarna dan ga ik met Rijka weer een loopje doen. En dan zijn er weer een aantal uren voorbij. En dan kom ik thuis en dan is het even met z'n allen de tas weer leeghalen. En kijken wat we dan weer hebben. Voor €3,99, dus zeg maar €4. Wat hoor ik nou? Dat is Rijka die weer op de kachel springt. Maar in ieder geval, tenminste op de vensterbank en de kachel. Maar in ieder geval, ja, vanmiddag ook al, ik weet het niet hoor. Net alsof er getikt werd tegen je raam. Ik denk kinderen aan het pesten, dat ze op hun knietjes langs je muurtje gaan en dan tik tik en dan gaan we weer wegduiken. Dat deden wij vroeger ook. Maar ja, leuk is het niet, want je wordt steeds afgeleid met hetgeen wat je bezig bent. Dat ik heb, nou, ik weet niet hoe lang aan het werk geweest om een vlog te renderen, terwijl het normaal in een half uurtje gedaan is. En nou ben ik langer bezig geweest. Maar ja, ik werk met het nieuwe programma. En zoals in het oude programma, als ik dan de GoPro-filmpjes erin deed, moest ik dat zelf allemaal nog inkorten. Nou leek het wel alsof het al gedaan was, want ik deed hem erin en ik liet hem even een stukje spelen. Ja, maar hallo, zo snel loop ik niet. En ik maar zoeken van hoe kan ik het nog weer wat langer laten of juist wel weer even meer inkorten. Kon ik allemaal niet vinden. Ik denk, nou laat maar. En ik heb hem wel in tweeën gedaan, maar dat was niet eigenlijk nodig geweest. Dus het vervolg komt er ook nog aan. Maar ja, oké, ik weet het niet. Het is wennen, maar op YouTube zelf wil ik dan de link van Karen en Roderick toevoegen. Ik wil de link van mijn zoon Harald van Beek toevoegen. Toevoegen wil wel, maar het opslaan wil niet. I don't know. Dus daar heb ik Karen en Roderick weer voor nodig. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik heb gebeld, maar ze nemen niet op. Nee, ook hun kunnen wegwezen met de hondjes of weet ik veel wat. Ik moet mijn bril ook schoonmaken. Ja. Nou, daar hebben we een hele mooie jurk voor aan, dus enkel, ik zie nou wel wat, maar wazig, ja. Nee, Rijka, het is maar een bril. En dan mag jij niet aankomen. Nee. Niet aan mijn bril. Daar mag dat niet. Maar oké, lieve vrienden, ik ga opschieten, want met praten, dan gaat de tijd wel door. Maar eet niet, ik moet nou wel op gaan schieten. Ze zeggen, geniet nog verder van jullie namiddag en tot strakjes. Doei doei! Ja, lieve vrienden, het is ook echt gemeen koud. Alles doet me zeer. Maar ja, het kan de pret niet drukken, ondanks dat ik veel pijn heb aan mijn gewrichten momenteel door de kou. Het lijkt niet veel. Nee, en het is ook niet zwaar. Wat er is dit? Weet niet, want ik heb niet stiekem gekeken. Nee. Er zit in ieder geval ook iets groots in. Wat het is, Joost mag het weten. Misschien een pizza, weet ik veel. Ik weet echt van niks. Die lust ik ook wel. Die heb ik al vaker gegeten. Van €2,09. Mooi. Gerookte makreel, €2,27. Schrijf jullie op, wel opschrijven hè. Salm, gerookte Schotse salm, op toast of wat dan ook. Nou, ik ben benieuwd, wat kost dat? Staat niet op. Gewoon, ja, leuk hè. Oh, wacht even. Ik betaal voor zo'n tas €3,99, €4. €4,39, kom je dat te zien? Erg! Wow, ja.
je wel. Je moet niet die prijzen pakken die zo verlaagd zijn. Dat is dan niet eerlijk. Enkel die grote doos nog. Wat het is. Ja, pizza! Nou ja, dan weet ik wel wat ik ga eten morgen van de week. En met weekend. Ik friet hem nog even in de grote vriezer. Ja. Hoe kost die? €4,19. Ik koop, als ik een pizza koop, van één nog wat. Ha, ha. Vers belegde ambachtelijke pizza. Hij moet tot 10 tot 12 minuten in de oven. Op 180 graden. Oké. Nou ja, maar dat gaat wel in hoor. Ja! En hoe kom je aan de tasjes? Normaal moet je die ook betalen. Een dubbeltje. Ja, de ene winkel is duurder dan de andere. Ik weet niet eens wat een tasje bij de vormer kost. Nou ja, maakt niet uit. Zo, dan gaat die eventjes daar naartoe. En dat kan hier wel. Maar ik heb nou rapies klaar voor vanavond en morgenavond. En vrijdag komt Astrid weer, dus ja. Ik weet het even niet. We zullen het beleven. Hé, meisje? Zou die wel bij mij in de oven kunnen? Ja, toch? Ja, moet kunnen. Maar ja, komt goed. Ik ben er weer blij mee. Ja, ik ben niet zo gek hierop. Was dat ik dat maar aan Karin en Roderick geef. Ik ben er niet zo gek op. Ik ben gek op vlees, maar niet zalm. Die smaak, ik weet niet. Nee, ik vries het in en dat krijgen Roderick en Karin. Ja. Nou, ik ben blij. Ja, jullie ook? Nou ja, ik wel. Ja, ik zou zeggen, ga het ook doen. Hè? Die app op je telefoon. Waar je ook woont. Kijk bij jullie in de buurt. Het heet Too Good To Go. En je schrijft het allemaal vast. Hoofdletter T, kleine letters O. Hoofdletter G, kleine letters O. De D van Good. To Go. Dus de beginletters zijn hoofdletters. En de O's zijn allemaal klein. Nou. Ja, nou ja, en dan, ik heb nog maar een paar over. En bij jou in de buurt moet je dan gaan zoeken. Ja, als al woon je in een dorp en bij jou in het dorp is het niet, dan pak je het andere dorp. En dan desnoods met de fiets of met de auto. Dan moet je kijken, jongen, hoe komt Jan Splinter door de winter? Ja, toch? Ja. Dus ik probeer hier ook dan de Dekamarkt en de Fomar. Ja, de HEMA die heb ik iedere keer mis, want de HEMA doet ook mee. Albert Heijn doet mee, de Spar doet mee, tenminste hier ook. Maar Wieringenwerf, zie mij al naar Wieringenwerf gaan? Nou, nee ja. En Dirkshoorn ook, ik weet niet eens waar Dirkshoorn hier in Holland ligt, maar doet er niet toe. En de Krim, weet ik ook niet. Nou ja, Annapolona, dat noemen wij Antje Beloof maar. Daar zit Deen, die doet ook dus mee. Ja, dat is in Julianendorp. Daar hebben we de Spar. En in Dirkshoorn de Spar. Nou ja, kijk wat er bij jullie in de buurt meedoet. En anders, één keer als ooit, wanneer je een auto hebt, één keer in de maand bij wijze van spreken doen. Een paar tassen. En probeer het vooral 's nachts ook te doen, voordat je naar bed gaat. Even kijken. En dan pak je die, enkel je moet de volgende dag, tussen een bepaalde tijd, moet je het ophalen. Bij ons is het tussen 5 en 6. Nou, voilà. Ja, ben ik weer binnen het uur heen en terug, Rijka uitgelaten. En ik heb dit voor jullie laten zien. Dus binnen het uur, want het is nou 5:45. Kun je nagaan. En dat ik op de booster wegreed, ik hoorde hier de klok nog, die sloeg 5 uur. Dus ik was de deur nog niet eens uit. En
ja, dan moet je de booster nog uit de schuur halen, de boel op slot doen. Dat vergt ook allemaal tijd. Nou ja, dan moet je kachelen naar de vomer en dan is het ook nog maar de vraag. Kun je gelijk geholpen worden, ja of nee? En er zijn ook andere mensen die voorgaan, die ook een to-go hebben aangeschaft. Dat weet je niet. Dus, maar ja. In ieder geval, ik zal de boel op gaan ruimen. En dan hebben we gewoon weer wat lekkers hier. Ik ga nou aan de raapjes en ik ga zo meteen nog vlees bakken. Ja, en ik heb Rijka wat beloofd, want die is super lief geweest. Ja, eindelijk maar toch. Ze heeft niet gehuild. Dat ik thuis kwam, toen stond ze over de bankleuning heen te kijken. Maar ik had het al gezien, want ik was even stiekem voorom gereden. En toen ik de poort opende, begon ze weer even te janken. Ik deed zo. En ik deed zo, van rust. Gelijk stil! Gebarentaal. Nou, hoe is het mogelijk? Hè? Had ik nog niet eerder gedaan net. Dus ja, ik ben weer helemaal blij wat dat er gaat. Ik doe wel andere gebarentaal, maar ik deed nou dit. Ja, nou, is zo stil. Nou, ik vind dat prachtig. Dus die krijgt zo meteen wat lekkers. Hè? Rijka! Rijka! Nee hoor. Ga je contact? Hallo! Nee, ze ziet denk ik iets. Maar het maakt niet uit. Nee hoor. Lieve vriendelijk, ze zeggen geniet ze. En tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, het is alweer... Nou ja, laat. Voor mij doen. 2:54, bijna 3:00. Wij gaan naar ons bedje toe. Rijke legt de Rijke te wassen op de bank. Ewing ligt te slapen op de bank. Enkel de Rijke die heeft weer wat leuks uitgevonden wat ze niet mag. En dat is in de stoel leggen. Er was een hele bank voor de Rijke. Alleen nog heb je, oké, Ewing legt beide. Nou, dat neemt niet de hele bank in beslag, die twee kleine hoopjes. Nee. Maar oké, doet er niet toe. Dat leer ik wel weer af. Ja, en ik zou zeggen voor nu allemaal wel trusten. Hele mooie dromen. Ook weer gezond uit je bed zien te komen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. En weet, God houdt over ons allen de wacht. Dus zeg, tot dan. Doei!